Kijk toch eens even, mensen. Het is een heel mooi jasje met streepjes, subtiele streepjes. Ze vallen niet op vanaf de zijkant of van de ver af. Hij heeft daarbij een passende broek die hem zeer goed staat en hem laat eruit zien al waren hij 25 lentes jong. Daaronder draagt hij een blouse met roosjes op de boorden. En in het algemeen ziet Gerard Ekdom eruit alsof hij naar een bruiloft gaat. En dat klopt ook. Dat is ook de reden waarom Veenstra niet is. Die had vandaag 2 bruiloften. Hebben jullie dan kop of munt gedaan? En dan wie kop gooide, die mocht wel. En wie munt gooide, die moest hier blijven? Met mij? Nee. Oh, nee. Maar waarom ben je dan nog hier? Dat is eigenlijk mijn vraag. Omdat ik wel hard heb voor de zaak. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. Hi, alle geweer, al mensen, daar zijn we weer. Het is die nationale vrijdagavond gebeurtenis met de ene rechter. En het is... iemand anders. Maar, beste Gerard, samen zijn wij het legendarische duo. Ekdom en iemand anders. Oh, natuurlijk doorgaan zijn 180 minuten met alleen de allergrootste hits. Ekdom! Wat beetje raar. Ja, ik dacht, dan winnen wij misschien ook al Marconi. Als wij ook zo gaan praten. Oh, ja, ja. Maar luisteraars, welkom bij de enige echte. De Nederlandse. En alleen de grootste met een aantal superstippen. En ook de allermeeste mega-hits. En we gaan niet zo meteen op nummer 24 de hoogste nieuwe binnenkomen. Beter bekend als de klapper van de week. De eerste vrouw die hier zei, had ik dit liedje maar nooit geschreven. Dat is Lily Allen. Not fair. Je verklapt gewoon alles. Oh, ja. Oh. Bonnie Sinclair is binnen. Ben je ook gebeld door de secretaresse van 3FM net? Nee, jij wel dan? Ja, ik moest eerder van huis vertrekken. Hoezo, was ik iemand voor de trein gesprongen? Nee, er zou iets voor de deur staan. Oh, ja, een pakketje van God. Nou, dat inderdaad. Ja, we hebben er al heel lang op gewacht blijkbaar. Oh, biertje gaat open. Oh, ik heb het nodig, jongens. Ik ben nerveus. Je gaat lam worden vanavond, zei je. Nou, hartstikke donker. Oh, nog één, ja? Maar tijdens de uitzending of na de uitzending? Nee, tijdens. Oh, ook nog één. 8:30. Zal ik even die deur dan openmaken nu? Doe jij de deur even open. Het is toch 6:50, lente of niet? Gewoon even kijken wie... Nou, hoe is dat mogelijk? Ron Brandstede! Dat vroeg voor Ron. Ik pak even de achterdeur, momentje. Ja hoor! Nee, daar staat hij weer na. Kom op zeg. Wat is dit nou? Ik pak de tuindeur. Oh, de tuindeur. Ja. Zou het daar zijn? Ah, ja hoor! Ja hoor! Ja hoor! Weekend! John Bakker, goedemorgen. Hi Gerard, goedemorgen. Ik ben er ook bij. Wat is mijn naam alweer? Ik bedoel, je hebt Domien Verschuren onthouden. Geen plek op de harde schijf om dat allemaal te onthouden. Oh, nou ja, kom op zeg. Wat is dat nou weer? Ik heb het je 15 keer gezegd. Ik snap het niet. Ja, tuurlijk. Maar ja, daarom zeg ik ook. Ik zal het ongetwijfeld wel gehoord hebben. Nee, maar niet opgeslagen dus. Wat zit je te kijken dan? Keiharde porno. Oh, het is weer vrijdagmiddagborrel geweest bij de ANWB, hoor. Ja, hè? Het is wel een tijd geleden dat die porno aan... Ja, een tijd geleden, hè? Nou zeg, maar is dat, doe je dat elke vrijdag aan? Dat is redelijk normaal voor dit tijdstip. Jongen. En was het dat je zegt goedemorgen? Goedemorgen. Ja, files en zo. Wie heeft verkeer nog, John? Of heb je dan je van... morgen. Ja. Dus geen files? Ja, inderdaad. Ja, nou. Meer niet? Ja, sorry. Maar... Nou, dag. Hoi. Het is toch... Maar... Elke keer weer, hè? Het kost ons ook allemaal weer tijd. Maar vond hij het wel leuk? Hoor. Ja, dat was wel leuk. Nou ja, zeg. Wat dan? Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dag, John! Kom op, zeg. Oh, Jezus. Ik heb geen weerbericht. Je hebt je En je draaiboel. En je draaiboel. Pagina 2, je draaiboel. Normaal doet Veenstra dit altijd. Oh ja. Ik zie het ineens. Extra Weekend. Met Gerard Ekdom. Vanavond ligt de maxima tussen de 17 en de 20 graden in het zuiden. En die bewolken jullie toe. In het weekend wordt het met maxima van 20 tot 24 graden nog een tikje warmer. Er zijn wel meer wolken dan vandaag. En ook de kans op buien wordt verschrikkelijk groot. Morgen is dat vooral het zuiden, maar voor zondag is het overal het geval. Toch schijnt die zon tussen al die regendruppels door. Na het weekend blijft het rustig na zomerweer. En kunnen zomaar die spontane mussen van het spontane spreekwoordelijke dak zo de bieteren. De kans op buien is klein. Maximaal liggen rond de 20 graden. Ik denk dat jij volgend jaar de Europrijs krijgt met zo'n stem. Your mouth, so hard, your will.
We hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Ja. We hebben een gast. In de studio, Sophie van den E. Hartelijk warm welkom. Ja, schat, je wil je weten. Jij nog veel warmer. Wat is die kruk hoog? Wacht even. Wat? Sorry. Ik moet even ergens opklimmen. Sorry. Ja, dat heb je ook al schade. Ja, ik word helemaal dat gek heb hier. Je soms. Sorry, ja. Ik word helemaal gek. Hallo Sophie. Ja. Welkom. Hallo, Domien. Het eerste rozeetje. Ik zal mij voorstellen officieel. Ja. Hallo Domien. Ik ken jou Sophie. Wel van tv, maar jij kent mij natuurlijk niet van de radio. Hi Gerard. Wat? Ach, jij kent dus een keer iemand niet? Het is ook voor het eerst in de geschiedenis van Extra Weekend. Ja, nee Gerard. Nee, je hebt nog nooit gehoord. Goh. Hallo. Oh, dit is toch... Hij gaat zoenen ook meteen. Hebben we al gezien. Oh, wat erg. Ik doe dat straks pas bij weggaan. Bij jouw vijfde biertje. De zesde dan. Reinoud Oerlemans, die heeft afgelopen week op zijn website geroepen... Ik wil eigenlijk wel een glazen huis in New York, in Amerika. Waarom vraag ik dat nou aan jou, Sophie? Ja, wat een raar... Mag ik het presenteren? Nee, dat zover was ik nog niet. Oh. Waarom zou ik nou vragen aan jou, zou dit werken? Because, you know, I used to live in New York City. Yeah. I was like, what? I was like totally into New York. Dat is echt, wat is dat? Maar even met jou. Je hebt daar dus gewoond, gewerkt, de hele kleersoort. Die hele cultuur. Als je daar op straat loopt. Oh my god. Helemaal. I want 3 eggs any style. I know. It's what the terrible. Fuck is dat? Ik word gek van die New Yorkers. What the fuck is dat, inderdaad? Het is gewoon tijd voor een momentje. Het is vrijdagavond. Je hebt de hele week hard gewerkt. Keihard gewerkt. Je verdient een beloning. En niet in de vorm van een klein balk in een normpje. Nee. Binnenkort waarschijnlijk de Pechtold-norm. Hup, 2 ton erbij. Nee, het is tijd voor zo'n momentje. Even zo'n momentje. Tussen jou en je geliefde. En daar komt zij binnen. De deur waait open. Ze loopt de trap af. En je denkt maar één ding, namelijk... Oh! En je wil met haar liggen in de Lee Field. 2 kontjes hoog. Ladies! En graduated in radiology. Precies. Ja. En jij hebt een scriptie geschreven over Amerikaanse radio. Ja. Dus vraag ik... Oh my god! Jij oh weet ook god. Hoe de Amerikaanse markt in elkaar zit. Welke mensen ernaar luisteren. Ja. Dus een glazen huis op, zeg het is Times Square in New York. Werkt dat ja of nee? Ja, natuurlijk. Gaan we doen. Het zou werken, zo'n glazen house. Ja, ik denk New Yorkers zijn zeker in voor iets geks. En als het out there en spannend en anders is, dan zijn ze heel enthousiast. Dus als je daar met positieve vibe heen gaat. En I think Reinoud Oerlemans can totally do it. Waar, Sophie van den Enk, ben jij verslaafd aan? Mijn vriendje. Ik was altijd verslaafd aan As the World Turns. Oh my god, I'm like, but, oh my you know, god. So, okay, I'm a little addicted to talking like this. Dat vind ik nou heel erg leuk. Je doet het thuis ook de hele dag? Bij de kassa, de slager. Nee, maar As the World Turns keek ik altijd tijdens mijn studie. Ik deed American Studies, dus vandaar ook de stage studies. In New York. Ja, mooi hè? Totally. En dan kon ik dat altijd kijken en dan zei ik, ja, maar ik ben voor mijn studie bezig. Slim. Fantastisch. Heel slim. Ik wil graag nummer
15. Ah, leuk. Wat vind je het mooiste plekje op je eigen lichaam, Sophie? Als jij het zegt, maakt het wel altijd weer net even iets smerig. Oh nee, ik zal het even normaal vragen. Wat vind je het mooiste plekje op je eigen lichaam? Zie je, dan wordt het een hele normale FIFA-vraag. Ja, gewoon een FIFA-vraag. Ja. Sorry. Nee, ga verder. Wat is het? Wat een rosvraag. Nou ja. Gewoon. Mijn borsten. Ik ben hartstikke blij met mijn borsten. Nou, daar gaan we. Uit het raam! Oh, niet gooien, want de auto van Gerard staat daar. Dus gewoon ja, rustig. Laten vallen, maar dan wel in één lijn naar beneden donderen. Oh, dit duurt weer lang. Het duurt weer lang allemaal. Oh, ze gaat klimmen. Gaat ze klimmen? Oh my god. I was like, oh my god. Nou, daar gaat hij. Daar gaat hij. Ja, dat raam. Te volgen via 101 TV. Dat is www.101tv.nl. Gooi je, meid. Oh, maar niet laten vallen, maar dan wel met kracht. Ja. Daar gaan we. Oh! Ja! En dames en heren, een uitspraak. Ik vind die onvolkomendheden meestal wel sexy, net als jouw baardje. Dankjewel, ja, dus je hebt net een petitie geopend, echt waar, op petitie.nl om mijn baard weg te krijgen. Dit is toch geen baardje? Nee, dit is gewoon luiheid. Je moet er gewoon een washandje overheen halen, het is weg. Ja. Echt.